Wouter, vorig jaar gewonnen. Kan jij die koers nog terughalen van vorig jaar voor jezelf? Ja, het was warm die dag. En ja, periode was eigenlijk hartstikke mooi weer. Ja, het was een wedstrijd die ik nog nooit eerder had gereden. Dus ik wist totaal niet wat ik moest verwachten. Uiteindelijk vrij snel een valpartij, waardoor het allemaal in stukken brak. Vanaf dat gedeelte heb ik alleen maar voorin gereden. En ik voel op dat moment dat ik wel eigenlijk wat aan de sterke kant was. Dus ik heb niet al te veel gedaan. En ja, naarmate er plaatselijke rondes kwamen, merkte dat iedereen wel stuk zat. En kon ik mijn slag maken in de laatste ronde. Maar het was wel een hele aparte wedstrijd, want je leek teruggepakt, won alsnog. Dan moet je ook wel echt flink afgezien hebben volgens mij. Ja, nee, natuurlijk. Ja, altijd zie je wel af. En ja, mijn laatste 4 kilometer was niet anders. Als ik mijn snelheid heb, dan hou ik hem wel. En dat gaatje bleef wel redelijk stabiel. Op het laatste kon de druk wel iets afgooien, omdat ik al het gevoel had dat hij al binnen was. Dus ja, dat is gewoon super gaaf. Dit jaar ben je de oud-winnaar. Je bent degene die dus waarschijnlijk ook meer in de gaten gehouden gaat worden. Moet je daardoor je koers anders gaan rijden? Ja, weet ik. Ik heb vorig jaar ook niet zo heel veel gedaan. Dus ik weet niet of ik me anders moet gaan rijden. Als ik hem zo als vorig jaar rijden, dan heb ik toch weer de kans om weer kort te rijden. Dus, Wat is jouw verwachting nu het een tweedaagse is? Ja, weet ik niet. Die proloog ligt maar wel, denk ik. Dus ja, op zich tot 20 daar wel redelijk haalbaar zijn. We gaan wel zien hoe dat gaat lopen.